Ja, Willem, een flitsende start. Dat zeker. 44 seconden, 48 seconden, dat weet. 1-0. Ja, mooi begin. Daarna kakt het voetbal een beetje in. Ja, we hebben wat moeite. Het weer wat slottig. Eigen keuze, we hebben dat altijd goed. En dan werd het wat rommelig. Een beetje een rommelige eerste helft. Nou ja, de tweede helft eigenlijk wordt. Een beetje een rommelig potje. Ja, toch wel lekker als mij de vastsprongende rusting is. Ja, dat is zeker mooi. Want we zien nog wat te dubben. We zijn een beetje in een andere formatie dan een andere week. We spelen niet wat oors. Nou ja, zien we met Skeewegen. Ik naar nee, volgende week. Sparta Nijkerk speelt ik wat oors. Nou, zijn we dan even daar al vast op anticiperen. En dan proberen we op die manier te zien van lukt dat. Nou, dat slagen we net helemaal. De 12-2, dat ging een beetje te gemakkelijk in de verdediging, heb ik het gevoel. Nou ja, als je het wist, zie je bloe, mij een man minder, weet ik nog. Dan wist van Sigraven in en Siloer op counter. Nou ja, elke ploeg reed een keer een kans. En dat ben van die clichés, maar ja, dat gebeurt dan niet. Nou ja, en die meidjes ervoor aan en dan werd het 12-2. Ja, nou, maar je ken je wel, nee. Daarna pak je hem gewoon wat goed op. 2 goals van Steven Deuling. De volgende week al 2. 4 in totaal. Het gaat mijn best. Ja, ik denk dat die tweede goal dat een mooi gelokje is over hem krijgen. De keeper gaat daar de fout in. En voor u is een perfect moment dat uiteindelijk dan de trade waar valt. En dan daarna de fout waar een wist dat spelen is. Ja, en dan zijn we op een kant van een minder wedstrijd. En dan toch winnen. Nou ja, dat is ik goed. Ja, vorige week weer een minder wedstrijd. En dan verlies je hem. Wat wil er dan zijn, mensjes of tientjes of toontjes bij de bespreking? Nou, net zo vol als dat gebeurt wordt. Je weet van je een goede serie en je winnen de periode. Nou ja, dan de euforie weer er wat. Nou ja, dan hoop je dat natuurlijk dat je de lijn trots zet kennen. Maar ja, had je dan wat te makkelijk in een verleden week meer waar, omstandigheden, zwier. Ja, als dan het kerk benauwd is, dan kerst ik van iedereen verliezen. Dan zijn we dan ben ik gewoon een matige ploeg. Dus dat iedereen brengt en wat iedereen brengt. Dan kunnen we goed meedoen. En als het net gebeurt, dan wordt het reeg. Denk je dat je hem dezelfde wedstrijd als Juwert op de model is bij Sparta Nijkerk, dat je hem ook zou winnen? Of? Ja, maar dat is net een vergelijkje. Sparta Nijkerk heel veel ploeg, had heel veel kwaliteiten. En ja, dat is net een vergelijkje. En daar speelt ze op kunstgas. Voetbal, team, meer kwaliteit, iets beter gewoon. Ja, het wordt een heel andere wedstrijd. Dat is net een vergelijkje. Juwert gewoon lekker 3 punten en... Volgende week maar wedstrijd. Nee, maar dat is echt belangrijk. 3 punten gewoon belangrijk. Dat is gewoon een mindere wedstrijd gewoon dat nou winning brengt. Het kan het altijd sprankelen wezen. Dat het veld weer gewoon ik heel sfeer. Als je een prut jongen dit uitgeleid, het kost een prut energie. En als dan uiteindelijk even een minder moment ziet dan tot dat 3 punten pakt, dat jouwt een prut energie voor volgende week. En Gerald Posma valt uit. Dat is ook weer een aardelating, want je hebt al een aantal verdedigers in de blessure leed. Ja, dat is nu. Ik voor het team en voor Gerald zelf natuurlijk. Dat er Joert aan basis staat en dat er heel veel partijen in de wedstrijd met een blessure uitvalt. En hopelijk valt het voor iedereen gewoon mee. Dus je valt een week weer in waar? Doe we. Dank je wel. Graag gedaan, jongen.